partner DHSS nam Marcelien Bos de Koning in september mee in de wereld van offshore wind. Goedemorgen! Wim Schouwenaar nam Marcelien mee naar de Bold Tern, een groot installatieschip dat na onderhoud in de haven van IJmuiden doorvaart naar windpark Eneco Luchterduinen. Ik verwacht vandaag eigenlijk gewoon met eigen ogen te zien hoe het aan boord leven is. Hoe je zo'n kleine stad laat opereren op zee. En ik hoop dat de kapitein echt goed kan vertellen wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren op de brug. Ik wil je voorstellen, Goedemorgen. Kort Wichtman. Hi. Kapitein van het schip. Welkom aan boord, de boot. De Bold Tern maakt onderdeel uit van de vloot van Fred Olsen. DHSS werkt voor meerdere van dit soort schepen. Can you show me some from the bridge? Ja, let's have a look. Het installatieschip werkt aan 43 windturbines en maakt het uitvoeren van veilige kraanoperaties mogelijk. Ook kunnen met het schip turbines gebouwd worden of geüpgrade. Een bijzondere opgave. I love my job because we have everyday new challenges. It's not a day-to-day work at home. We see new people, new ports. And we are part of the renewable energy transition. Na de rondleiding van Captain Kort Wichtman neemt Wim Marcelien verder mee op het schip en vertelt over de rol van DHSS. Soms moeten zij natuurlijk naar binnen om gasolie te laden of water te bunkeren, bemanningswisselen. En wij regelen eigenlijk voordat die boot binnenkomt, zij plannen een portcall, regelen wij eigenlijk alle zaken die zij gedaan willen hebben gedurende de tijd dat ze in een haven zijn. DHSS bewoog in 2017 mee met haar klanten naar de offshore windsector om service te verlenen vanaf de installatiefase tot aan de productiefase. Totdat het eventueel over 20 jaar weer gedecommissioned moet worden. Ja. Ook dan zijn wij er weer. Afgebroken. Ja. Volgens mij zitten we op een goede hoogte. Kunnen we naar buiten? Ja, je let inderdaad op mee. Ik wil naar buiten. Ja, snap ik. En dan komt een einde aan het bezoek van Marcelien Bos de Koning aan de Bold Tern. Het gigantische gevaarte dat veel indruk heeft gemaakt. Het is bijna niet te bevatten, hè? Want het is zo'n groot schip. En zo'n hele windmolen, ja, zo'n wiek komt hier aan boord waarin ze alles repareren of opnieuw maken. Het is gewoon een hele industrie op het water. Ik hoop dat je een goede impressie hebt gekregen. Ja, zeker.